Een hele goede middag. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Vanochtend is Liam al naar schooltje geweest. Jordi zit nu nog op school. Die moeten we om 2 uur weer gaan halen. We zijn net terug van Liam halen. Ik heb vanochtend wat boodschappen gedaan. De peetom van Jordi was vorige week jarig. En omdat Jordi dus niet lekker was. Bij ons krijgen altijd alle peetouders van de kinderen krijgen van dat kind dan een cadeautje. Heb ik nog even een cadeautje geregeld. Ja, wat moet je iemand geven die alles al heeft? Nou ja, hij heeft een boot, hij houdt van lekker snikken. Dus doen we dat. Dus ja, dan gaan Niels als goed is straks even met Jordi doen. En ja, voor de rest, het kindje hebben al gegeten, gedronken. Sam laat ik op. En die hoop ik zeg maar pas in slaap te hebben als we Jordi gaan halen. Zodat hij... lekker daarna nog doorslaapt. Liam hetzelfde verhaal. En dan ja, we gaan zien hoe het allemaal loopt. Ze zitten even achter de tablet. Liam had het nodig, want hij had er gewoon even last van. En Sam die heeft het om wakker te blijven. Zodat hij in ieder geval, hè, hoe het met mij gaat. Ja, het gaat. Het is niet dat ik mijn eigen super super top voel. Maar het is ook niet dat ik mijn eigen super super ziek voel. Straks heb ik nog wel iets op het programma staan. Ik moet namelijk naar de tandarts. Dus ja, dat moet ik ook nog regelen. Dat is wat ik moet gaan doen. En dat ga ik dan ook maar allemaal doen. Hè? Dus dat, ik denk al dat ik een gaatje heb trouwens hoor. Maar ja, ik ben bang voor de tandarts. Dus. Al een paar keer heb ik in de reacties gehad. Wanneer ga je nou beginnen met handgebaren? Dat zal ik jullie vertellen. Wanneer het vakantie is. Dan gaan wij daarmee beginnen. Want dan heb ik Liam meer thuis. En dan kan ik hem in die zin prikkelen. Want als ik nou bijvoorbeeld zeg, hij zit hier. Als ik nou zeg tegen hem, Liam, kijk eens naar mama. Kijk eens naar mama. Hallo. Mama. Kijk eens. Mama. Hij heeft daar gewoon geen aandacht voor. Mama. Mama. Papa. Papa. Hij weet wat het allemaal betekent, maar hij doet het niet. Dus gebaren oefenen gaan we in de vakantie lekker mee beginnen. Ik doe wel tussendoor natuurlijk als ik iets tegen hem zeg, dan gebruik ik gebaren. Maar dat zien jullie vaak niet op camera, omdat ik dan... niet zijn volledige, aandacht heb. Dus vandaar. Ik wil in de vakantie wil ik daar mee beginnen. Zodat hij daar ook rustig aan went. Dat we dat doen. En dan wil ik gewoon iedere week 2 gebaren gaan doen. Ik heb heel even voor mezelf een wrappie gemaakt. Het is gewoon kipkerriesalade met kipkerriesla. Dat. En dan ga ik even eten. Ik heb niet zoveel honger, maar ik moet wel iets eten. Niet daarop, Liam. Liam, nee, dan gaat hij kapot. Maar hij is zelf iets aan het verzinnen. Eigen invulling. Succes, jongen. Ga je niet helpen. Nee, dat mag niet. Nee, je mag heel veel, maar dat niet. Ja, Sam denkt elke keer als ik zeg nee, dat mag niet, dat ik hem bedoel. Je mag er gewoon mee spelen, maar je gaat er niet mee op het dingetje slaan. Daarvoor heeft mama dat niet oma laten kopen. Ik zal hem even helpen, zodat hij ziet wat je er in principe mee kan. En als hij het niet wil, dan kan hij hem altijd verzetten en doen. Liam, kijk, je kan deze ook hierop doen, hè? Zie zo. Goed zo. Zo werkt dat. Supergoed van jou. Oh, kijk uit.
Ja. Doe maar bouwen. Goed zo. Je kan hem ook anders doen, hè? Je kan ook zo doen, hè? Zo. Oh. Zo. Zie je? Dat kan ook. Zo. Ja? Dan moet je deze ook hebben. Wil je deze ook? Mama, er eentje rechtop zetten dan. Nou, ik zou zeggen succes, jongen. Jordi had van de week zijn tablet kapot gebeten. En dat is niet erg. We hebben nog een reserve tablet, maar die moet Niels nog even installeren. Dus dat. Liam is in slaap gevallen. Sam heeft ongeveer een half uurtje geslapen. Jordi staat hier. Maar waar ik dus net achter kwam bij Jordi. Jordi zat van alles in zijn mond te stoppen. Ik denk dat ik voor hem ook wat moet gaan bestellen bij het ketting.nl. Ik denk dat hij er nu aan toe is. Ik weet alleen niet of ik die andere nog heb. Dus dan moet ik heel even gaan kijken. En anders ga ik eerst die andere proberen. Want als Liam dit ziet, ik denk dat ik oorlog heb. Een hele goede morgen. Liam en Jordi zijn naar schooltje. En Sam die is thuis, die is aan het spelen. Gisteravond, het moest 17:15 zijn. Ben ik naar de tandarts geweest. Ik heb twee gaatjes. Vier gaatjes aan twee tanden. Hier eentje. Hier. En hier onder. Deze. Daar moet iets aan gedaan worden. Dus dat gebeurt over 2 weken. Toen ik thuis kwam was Boy er met zijn vriendin Petum van Jordi en tante van Jordi. En ja, of in ieder geval tante van oom en tante van al mijn kinderen, maar Petum van Jordi. Ik had een cadeautje gemaakt natuurlijk en hij zegt, weet je, we kunnen beter gewoon naar jullie toe komen, want jullie kunnen buiten zitten en wij niet. We hebben een klein gedeelte waar ze buiten kunnen zitten. Maar dat was het ook wel. Dus dat is voor kinderen bijvoorbeeld niet leuk. En hun zijn wel helemaal voor de kinderen. Dus hun zeggen ook van ja, de kinderen kunnen dan lekker spelen en doen. Dus nou, lekker, weet je wel, zo. Dus die zaten hier. Daar hebben we nog even mee gezeten. Ik had nog niet gegeten, dus ik ben toen hun weg waren, ben ik gaan eten. En de kinderen zijn naar bed gegaan ondertussen. En toen ben ik heel gaan opruimen. Toen brak mijn nagel af. Ook weer echt de middelste vinger. En die deed godschuwelijk veel pijn. Want Liam die was aan het etteren. En ik pakte iets van hem af. En op het moment dat ik het afpakte, hoorde ik krik. Dat was pijnlijk. Dus die heb ik ook nog gefixt. Doet nu nog wel pijn. Maar het was pijnlijker geweest als ik geen nagel op had gezeten. Dus dat. Hi. Ja. En toen zijn we op een gegeven moment naar bed gegaan. En toen hebben we geslapen als 2 roosjes. Nou ja, als 5 roosjes. Ja? Als 5 roosjes heb ik geslapen. Dus dat. En ze is verkouden aan het worden. Nou ja, hè? Het is zoals het is. Ja. Dus ja, vanochtend dan de kinderen weer naar school gebracht en ja, dat. Dadelijk moet ik nog wel naar de winkel. Nog even rozijntjes halen, want Lia gaat natuurlijk naar een andere school. En daar moet wel eventjes een afscheidje voor zijn. Dus ja, dat. En ja, verder weet ik het eigenlijk niet. Ik heb allemaal afscheidjes, heb ik allemaal al in huis. Maar ik moet het nog eventjes maken. Daar neem ik jullie ook in mee. Laat ik jullie ook zien. Maar dat ga ik nu nog niet doen, zeg maar. Dat ga ik pas echt morgen of overmorgen doen. En dan, zodat het vrijdag gewoon weer mee kan.
En ja, dat. Dus. Wat ik vandaag ga doen. Nee, ik doe vanochtend niet zo heel veel, want ik ben echt moe. Ik moet ook even een beetje opladen voor volgende week, want dan heb ik ook gewoon kinderen hier. Dus dat. En dat moet ik dan doen. Oplaaien voor volgende week. En ondertussen gewoon huishoudelijke dingetjes. En ik moet straks nog even naar de winkel voor het avondeten. En dan Liam ophalen. En dan Jordi ophalen. En dan is dat de avondkant. Maar ik denk dat we vandaag makkelijk eten. Ik moet even nog overleggen met Niels. Maar met dit warme weer wil je gewoon niet koken. Morgen wordt het weer koeler, dus dan kook ik liever. Maar met dit weer, echt geen zin om te koken. We hebben Liam opgehaald. We zijn nu eventjes aan het chillaxen. En ik ga heel even eten. In zoverre dat ik het op krijg natuurlijk. Ik heb hier ook nog altijd een hond, hè, die dat lekker vindt. Dus, hè, ik sta hier alweer. Je hoeft niet gooien. Lopen. Nee, lopen. Weg. Ze mag heel veel. Ze krijgt ook genoeg. Maar ze mag gewoon niet gooien. Vind ik gewoon een no-no. Ook niet bij de kinderen, ook niet bij mij en bij Niels. Dus ja. Ik ben met het eten bezig van de kinderen. Ik heb van die IKEA-balletjes wat kipnuggets. En ja, ik snijd de balletjes door de helft. Want dan eten de kinderen het wel. En ik ben blij dat het morgen iets minder warm wordt. Want, oh mijn god zeg, doe mijn güte. Ik wil dan ook weer gewoon echt gaan koken hoor, want je doet het bijna niet op dit moment. Op dit moment kook je bijna niet. Ik weet niet wie dat nog meer heeft, maar je zoekt de makkelijkste weg dat het snelste klaar is. Echt. Dus ja, weet ritjes. Ik heb ook gewoon echt geen zin om te eten, dus ja, dat. Maar ja, elke keer je kind poffertjes of een frietje. Ja, ik heb van de week wel gewoon gekookt hoor. Zoals gisteren hebben ze gebakken aardappeltjes gehad met boontjes. En ik had 3 verschillende soorten vlees waar ik van alles te weinig had, zeg maar. Dus dat heb ik allemaal bij elkaar gegooid. Dus ze hebben gisteren gewoon goed gegeten. En de dag daarvoor hadden ze. Zondag hebben ze. Toen heb ik een wrap gemaakt. En de kindjes hebben poffertjes en wat wrap gehad. Zaterdag, wat hebben ze toen gehad? Ja, ik weet het eigenlijk al niet meer. Maar in ieder geval, je kiest nu voor de makkelijkste optie. En ja, bijvoorbeeld vandaag doe ik dat niet, maar ik heb dat zondag wel gedaan. Komkommetje, tomaatje, dat soort dingen heb ik er allemaal bij gedaan. Liam, doe nou eens lief. Wat doet hij? Even kijken hoor. Nou is Liam weer boos op mij, want hij had iets afgepakt van Sam. Yay! Lang leven kinderen! Ik denk dat jullie dat allemaal wel hebben. Laat dan even weten in de reacties, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Maar nu eten we in ieder geval frietjes. En doe eens niet, je weet dat je het niet mag. Hij is hartstikke moe, hij wil niet slapen. Hij heeft ook al boven op zijn kamer gezeten omdat ik er echt helemaal klaar mee was. Dus ja. Maar ik geef ze ook nog zeg maar groentes erbij. Dus de komkommetjes, de tomaatjes, paprikaatjes. Ik geef ze ook nog meloen er tussendoor bij. Ik geef ze van alles zeg maar dat ze keuzes maken wat ze kunnen eten. Maar oh, zaterdag hadden ze trouwens een heel palet met van alles en nog wat. Dat. Gewoon van alles. Dus ja, dit moet heel even een beetje afkoelen, want het is allemaal net klaar. Ik had altijd harde frietjes. Wat is er? Kom eens hier. Wat op elkaar doen. Zo, nou is hij weer heel. Ik doe altijd de harde frietjes ertussen uitsnoepen. Daar word ik altijd blij van harde frietjes.
Dus die grap ik er altijd tussenuit. Het zijn er altijd maar een paar hoor. Zoals deze. Oh. Maar dat was het ook wel. Meer zit er niet tussen. Verdorie. Maar. En als je ouder bent, hè? Sinds wanneer geef je je kind saus erbij? Kijk, wij doen zo nu en dan wel, zo nu en dan niet. Het ligt er echt aan hoe Liam is. Zoals nu ga ik het wel doen, want ik weet dat Liam anders toch niet gaat eten. Want dat is Liam. En ik heb bijvoorbeeld voor Liam altijd deze, want hier krijgt hij geen rode mond van en tintelingen en dat soort dingen. Waarom weet ik niet. In ieder geval, het is alles, zeg maar, alles vrij. Dus hij is zonder kunstmatige kleuren, smaakstoffen en verdikkingsmiddelen. Hij is vegetarisch, glutenvrij, lactosevrij, et cetera, et cetera. Dus ik weet niet waar het vandaan komt, maar hey, hè? Dat krijgt hij dan altijd. En hij wil er ook altijd ketchup bij. Dus die doe ik altijd overheen. Maar wat gaven jullie kinderen altijd voor saus erbij? Ja, appelmoes willen ze hier niet. Alleen bij bijvoorbeeld een worstje of dat dan, wat dan ook. Dan willen ze dat nog wel eens een keer doen. Maar verder ook niet eigenlijk. Ik heb wel appelmoes hier hoor. Maar sowieso, Sam is nooit een appelmoeskind geweest. Die moest dat niet. Jordi wel. Liam die had het in het begin. Maar daarna had hij ook zoiets van de. Dus ja. En als het eten echt te heet is en we moeten voor Jordi snel eten hebben, dan doe ik ook wel eens appelmoes doorheen prakken. Dus ja, dat doe ik ook nog wel eens. Ja, laat het me weten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar me. Misschien, hè? Amerikaanse saus krijgt Liam ook uitslag van. Dus ik ben eigenlijk gebonden aan de mayo en de ketchup, want de curry vindt hij niet lekker. Ja. Kinderen liggen op bed. Niels is werken. Eigen bedrijfje, hè? Dus dan zoek wel eens 's avonds iets. Nou ja, prima. Hey, succes. Ik heb net Sam kotsend in zijn bed gehad. Die is gewoon verkouden, dus die zit helemaal vol slijm. Die ligt nu op ons bed. Die ligt nu slaap. Ik heb zijn bed helemaal schoongemaakt enzovoort. Maar tegen die tijd dat ik daarmee klaar was, lag meneer al weer zo. Liam is ook aan het slapen. Jordi is nog wakker, maar die is zijn locomotiefje eventjes heeft hij bij zich. Om eventjes lekker de dag te verwerken. Dat doet Jordi eigenlijk altijd, een beetje de dag verwerken. En dan over drie kwartier ongeveer, dan trekt die locomotief uit zijn bed. Geef ik hem een dikke kus. Kijk zijn luier na en dan gaat slapen. Dat. En verder moet ik hier nog wat opruimen. En in de woonkamer nog wat opruimen. Misschien even een stofzuiger erin. Maar ik denk dat we dat morgen pas doen. Dus dat. Ik moet nog wel wat wasvouwen. Dus ik denk dat ik daar boven even ga wasvouwen. Wat ik hier beneden heb opgehangen buiten. Dat heb ik al opgevouwen. Maar ik had nog wel wat handdoeken en dat soort dingen. Had ik nog. Dat. Dat is het eigenlijk voor vandaag. Moet ik daar brood smeren voor Jordi vanmorgen, voor Niels vanmorgen. En dan is dat de dag. Het is zoals het is. En we hebben het gewoon heel druk. We hebben gewoon een druk leven. Dus ja. Het ook nog de... hoe heet dat nou? De... cadeautjes voor de juffen en et cetera doen. Dus dat moet ik ook nog doen. Maar dat komt wel goed. Dat doe ik op mijn gemakje. Komt goed. Joef, hou op met blaffen. Het is lekker rustig hier. Mensen vragen ook wel eens aan mij. De drukte, et cetera. Nou, het is nu rustig hier. Zo dadelijk ga ik een podcastje aanzetten. Ga ik hier opruimen. En mijn ding doen. En die podcast is meestal gewoon rustgevend voor mij. Dus ja, en dan heb ik één oortje maar in. Zodat ik met andere oor alles nog kan horen. Hey, goedemorgen. Ik heb jurkje aan. Ik voel me net een paradijsvogel. Jee. Sam gaat vandaag naar school en Jordi gaat vandaag naar school. Niels die was al heel vroeg weg.
Ik ga ze nu aankleden. Ze hebben een fles gehad. Ze willen nooit brood eten 's morgens hier. Al zou ik het aanbieden, gooien ze het naar Joef toe. Dus ja, ze hebben in ieder geval iets in hun maag zitten. Deze paradijsvogel heeft Sam en Jordi weggebracht. En nu gaan we even samen naar de winkel, hè? Ja, gaan we naar de winkel? Nou, gaan we dat doen. Ik heb Sam opgehaald met Liam. En nou zijn we thuis. Liam is buiten aan het spelen. Sam zit lekker op de bank. En om 2 uur weer Jordi ophalen. Ik heb dat weer gedaan. Check. We zitten nu te wachten bij de school van Jordi. Moet even wachten. Sammy is lekker in slaap gevallen. En Jordi is eigenlijk ook hartstikke moe. Maar hè. Vandaag hebben we ook nog fysio. Dus dan moet ik ook om 4 uur heen. Het is nu 2:10. 2:30 is Jordi uit. Maar je moet er altijd op tijd zijn. Omdat hij nooit een parkeerplek is. Dus ja. Dat kost even tijd. Nou ja. Hè. Het is zoals het is. Dan zijn we in ieder geval even slapen. Ik heb Jordi even gebracht naar de fysio. En we zijn inmiddels ook alweer thuis. Je kan er nou door. Jawel, dat kan. We zijn heel even gauw bij de AC Tion geweest. Want ik heb hier mijn was hangen. En dat is net te weinig, zeg maar, als ik 3 wasjes wil wassen. Dus ik kom elke keer iets te kort. Dus ik heb deze gehaald. Voor de kleine grut, de onderbroeken en dat soort dingen van de jongens. En dan, hè, dat. Toen heb ik de jongens allebei hetzelfde autootje cadeau gedaan. Want tegenwoordig wordt er steeds meer haat en nijd als ze allebei iets anders krijgen. Dus voor heel veel dingen maakt daar niks uit. Maar voor een autootje bijvoorbeeld, als Liam iets krijgt, mag Sam er niet meer aankomen. Dus vandaar heb ik dubbel gekocht. Dat is helemaal geen probleem. Nou ga ik eten maken. En Niels is laat thuis vandaag, want het loopt uit. Dus dat kan. Ik ga even eten maken en dan zien we wel weer. Zo, ik ben aan het knutselen. Ik heb nu voor Jordi dit. En dan denk je bij je eigen, Sinterklaas? Nee, dit is niet voor Sinterklaas. Ik ga het jullie laten zien. Ik heb namelijk zo'n zakkie. En daar gaat in zaadjes voor bloemetjes. Een zweltablet. Ik moet eens even kijken. Met een kaartje, hoe dat werkt. En dit gaan de juffen van Jordi krijgen. Dan doe ik het in het zakje. Ik heb dit vorig jaar ook op het vorige schooltje van Jordi gegeven. En ik vind het eigenlijk wel nog steeds een heel leuk idee, zeg maar. Dus ja, ik dacht bij mijn eigen, laat ik het nog een keer doen. En vervolgens de Toblerone erin. Dan aantrekken. Een knoopje maken. Zo. Tada, dan heb je dit. En dan heb je natuurlijk ook nog een kaartje. En op het kaartje staat bedankt dat je me laat groeien. En achter op het kaartje staat muizenstapjes zijn ook stapjes. Knuffel Jordi. En ja, daar gaan de juffen krijgen. En er zijn ongeveer 5 juffen. En ik heb er eentje extra. Dus ik heb al gezegd van, nou, ik heb sowieso eentje extra. Dus die wil ik dan dat je die aan iemand geeft die het verdient in jullie ogen. Die veel met Jordi gedaan heeft. Of weet ik veel. Dus dat. En ja. Dat is het cadeautje voor het einde van het schooljaar. Dus ik ben het even in elkaar aan het knutselen. Ik moet er nog 2. En dan heb ik ze allemaal klaar. Of ja, van Jordi's klas dan, hè. Ik heb ook nog van Liam en ik heb van Sam. En ik moet voor Liam ook nog een afscheid cadeautje maken. Dus dat moet ik ook nog doen. Dat is niet erg. Dat is helemaal prima.
hele wal. Zo. En ik had het ook gewoon niet qua inspiratie wat ik voor juffen moest doen. Een paar minuutjes en je bent klaar. Maar je kan het ook zeg maar als pakketje dat mensen het al voor je hebben gemaakt. Maar ik vind het dan wel weer grappig om het zelf in elkaar te knutselen en om er iets bij te doen. Dus, want die Toblerone die zit er dan niet bij. Je kan een Tony Chocoloni ding kon je bestellen of iets. Maar ja, daar vond ik dan ook weer zoiets. Je krijgt gewoon alles in een pakketje. Hier heb ik ook nog voor Liam en Sam in een pakketje zitten. Dus het is gewoon een heel dingetje, zeg maar. Liam is trouwens nu weer wakker. Die is op tijd naar bed gegaan, want hij hield het niet meer vol. En hij had verhoging, koorts. Koorts had hij. En ja, die is nu net weer wakker. Maar volgens mij gaat het wel oké met hem. Niels is in ieder geval eens te kijken. Ja. En we hebben hem weer klaar. Ik ga de laatste nog heel even maken. En dan heb ik het voor Jordi in ieder geval ook klaar. Voor Liam en Sam heb ik iets anders. Liam en Sam heb ik zo'n ding. Met ook bedankt dat je me laat groeien. En op de achterkant heb ik... muizenstapjes zijn ook stapjes. Knuffel Liam en Sam, want ze zitten op hetzelfde schooltje. En daar heb ik voor... de juffen gemengde kruiden en een vergeetminietje voor Liam. Wat ik dus voor Liam en voor Sam ga doen is met zo'n doosje. En dan heb je dus dit zo gevouwen. Ik plak er dan nog even voor de zekerheid een plakkertje overheen. Zodat ik zeker weet dat het blijft zitten. Dan gaat daarin... de zweltablet, vergeet me nietje en de gemengde kruiden en de beschrijving hoe dat ze het moeten doen, maar dat zullen ze inmiddels wel weten, want ze hebben dit alles eerder gehad, tenminste een aantal van hun. Dat gaat er dan in zo. Hoppagaas. En dan Joef, ga naar binnen. Joef, naar binnen, nu. En dan heb je natuurlijk zo. Dan kunnen ze het wel van deze kant gewoon openen. Maar dan heb ik natuurlijk een doosje. En ik wil het op de ronde bijgeven. Zo zit ik te denken, zal ik het zo doen? Het plakkertje vastplakken. Ik denk namelijk dat dat wel leuk is. Dan plak ik hem hier op. Hop, hop, hop. Hop. Zo. Dan gaat hij zo schuin hellen. Dus dat is hem ook niet. Ik heb er nog dit draad bij hoor, maar dat is zeg maar om deze er doorheen te doen. Maar ik denk niet dat ik daar genoeg van heb. Want als ik dit vast wil maken, ik kan het natuurlijk ook. Ik ben nog even aan het denken hoe dat ik dit ga doen. Ik heb in ieder geval niet genoeg om ze alle zeven... te maken, zeg maar, met dit. Dus ik ga nog even denken. Ik heb de oplossing. Hij kan dan gewoon zo liggen. En dan is dit het cadeautje
met het tekstje. Leuk, hè? Ja, ik ben tevreden daarover. Dus ik ga er even 7 maken. Uiteindelijk is het dit geworden. Ik heb die ik. En dat zijn ze dan allemaal. En dit zijn dan de cadeautjes voor Jordi en juffen. Verschrikkelijk, ik heb echt dik. Deze ga ik even netjes wegzetten. En dan moet ik morgen nog heel eventjes de afscheidscadeautjes voor Liam maken. Voor zijn klasgenootjes. En dan heb ik het er weer op zitten met knutselen. Want ja, ik vind knutselen heel leuk hoor. Begrijp me niet verkeerd, maar ik heb er gewoon geen tijd voor. En ik moet er tijd voor maken, want ik zat hier al de hele tijd tegenaan tekenen. Maar het is weer geregeld. Het is weer klaar. En als je je eigen afvraagt waar dat ik dit nou besteld heb, dat is bij tuindreef.nl. Ja, tuindreef.nl. Die hebben echt leuke dingetjes. Ga eens kijken op die site. En nee, ik ben hier niet door gefinancierd of wat dan ook. Ik heb het volledig zelf betaald. Maar hun hebben echt leuke dingetjes. Echt hele leuke dingetjes. De Toblerone heb ik er zelf bij gedaan. Maar ze hebben echt hele leuke happy dingetjes. Een hele goede morgen. Ik heb vanochtend Jordi al naar school gebracht. Liam heeft gisteravond koorts gekregen. En dat is een beetje een dingetje. Ik heb het vermoeden dat hij oorontsteking heeft. En morgen zou hij afscheid gaan nemen op zijn schooltje. Omdat hij naar een ander schooltje gaat. Nou heb ik natuurlijk wel al met de juf gesproken. En de juf die zei, ja dan morgen gaat Sam sowieso naar school. Dan kom je afscheid nemen net voordat je Sam gaat halen of wat dan ook. Dus afscheid nemen gaan we sowieso doen. Dus dat. Maar hij gaat ook om 10:30. Tien over half elf. Eventjes naar de huisarts toe. Om heel eventjes te laten controleren of dat hij oorontsteking heeft. Want als er iets nodig is voor oorontsteking, dan vind ik dat wel belangrijk. En waarom? Omdat de kinderen al vaker oorontsteking hebben gehad. Jordi is een kind met vaak oorontsteking. Die heeft een onderhoudskuur ook daarvoor. Liam heeft al vaker oorontsteking gehad. Vaak ook problemen met zijn oren. Dat doe ik niet altijd in de vlog bespreken. Maar hij heeft gewoon al vaker last van zijn oren. Sam idem dito. Ik heb gewoon 3 kinderen die vaker daar last van hebben. Dus ik heb ook tegen de assistent gezegd, ja, ik vind het eigenlijk wel belangrijk om heel eventjes extra controle te hebben. Zodat ik zeker weet wat er aan de hand is. Of dat hij wel of geen oorontsteking heeft. Zodat als ik die koorts niet omlaag krijg, wat op dit moment het geval is, dat het meestal zeg maar daaraan ligt. Dus ja, hij is gisteravond is ook op tijd naar bed gegaan. Hij lag om 6:30 al te slapen. En hij is om 11:00 wakker geworden met van, ik ben nog steeds niet lekker. Mama, papa, help. Dus Niels die heeft even bij hem gelegen gisteravond. En uiteindelijk is hij wel weer in slaap gevallen. Maar hij is gewoon niet lekker. Dus dat. Dus we gaan het ook even laten controleren. Het belangrijkste is dat je, als je het niet zeker weet, gewoon eventjes hulp inschakelt. Nou, en dat doen we nu. Nou, we zijn naar de huisarts geweest. De huisarts heeft in allebei de oren van Liam gekeken. En die zei, die zijn wel pittig ontstoken. Dus, we hebben een kind met ontstoken oren. Allebei de oren. Ze zei ook, we moeten Sam in de gaten houden. Want ze zei, ja, zegt ze, je hebt daar nou niet de afspraak voor, zegt ze. Maar zijn oren zien ook een beetje uit dat ze een beetje zo gaan staan. En ja, zegt ze, hou het gewoon even in de gaten. Het kan natuurlijk altijd meevallen. Maar bij Liam, allebei de oren ontstoken. Dus die heeft een antibiotica-kuur. Dus dat. Ik hoop dat binnen 24 uur een stukje beter gaat met hem. Meestal moet antibiotica tussen de 24 en de 48 uur in werking zijn. Joef, naar binnen. Joef, nu, schiet op, lopen.
Als hij niet binnen 24 à 48 uur in werking is, dan is het gewoon niet de juiste antibioticum. Of dan werkt het antibioticum helemaal niet. Dus dat. We gaan duimen ervoor. We hebben Jordi opgehaald. Hè? En Dikko. En Liam die heeft even geslapen. Maar die is voordat we Jordi gingen halen, is hij wakker geworden. Daarachter ligt nog een hamster te slapen. Die is net voordat we gingen in slaap gevallen, die heb ik slapend in de auto gezet. We hebben Jordi dus opgehaald en morgen hebben we nog een dagje school en dan is het 6 weken vakantie. We hebben geen tijd te verliezen. Jongen? Ja. Hoe gaat het met je oren? Heb je nog oren ouw? Heb je nog ouw? Heb je nog oren ouw? Heb je nog ouw aan je oortjes? Oh, jij wil mama helemaal voor jezelf. Maar ik heb 3 kindjes, hè? Niet alleen Jordi, hè, jongen. Hij heeft er nog wel last van. Want hij zat net nog aan zijn oren zo van. Dus hij heeft daar last van. Maar we doen gewoon rustig aan en we kijken het gewoon eventjes aan. Hij heeft in ieder geval zijn antibiotica gehad. En na het eten krijgt hij weer. En dan morgenochtend weer. En ja, zo'n 7 dagen. En dan gaan we gewoon even kijken hoe het loopt. Hey Jordi. Lekker ding van me. Hier. Nou, gaan we nog heel even kroelen. Echt waar. Wat paracetamol al niet kan doen, hè. Even een half uur geleden heeft de paracetamol gehad. Die begint nu te werken. We gaan nog even lekker koelen met deze grote vent. En dan ga ik zo dadelijk eventjes wat dingetjes nog doen. En dan is het dan altijd weer etenstijd. We eten poffertjes. Ik doe niet te moeilijk. Ik wil dat Liam wel gewoon eet in verband met zijn antibiotica. Omdat antibiotica kan nog wel eens op je darmen werken. En dat is niet de bedoeling dat dat zeg maar heel snel gebeurt. Dus dan laat ik hem eten wat hij lekker vindt. Dus dan krijgt de rest het ook. Want als Sammy ziet dat hij een poffertje schrijft, moet Sammy het ook hebben. Dus ja, ik kan het gewoon niet anders dan dit. En morgen zien we alweer verder. Met Liam lijkt het iets beter te gaan. Hij had geen koorts, dus ik denk dat de antibiotica aan het werk is. Hij is ook hartstikke vrolijk en hartstikke blij. Dus als hij morgen met koorts of zonder koorts opstaat, mag hij gewoon naar school toe. Dus dat is top, want dat zou zijn laatste dag op dat schooltje zijn. Maar ja, sowieso, of het nou wel of niet, zeg maar, de hele ochtend dat hij daar zou zijn. Hij gaat sowieso even trakteren, omdat zijn broertje Sam zit ook op die school, dus dan kunnen we dat combineren, dat is al afgesproken. Maar wat de bedoeling is, ik heb hier een bekertje, ik heb hier wat potgrond, dat gaat in het bekertje, zo. Dan heb ik een zakje met vergeet me niet zaadjes en ik heb rozijntjes, die gaan daarin. En dat gaat in een zakje waar ik op heb gezet. Vergeet me niet, X Liam. Dat gaat in het zakje. En dan maak ik het dicht. Op deze manier. En dan hebben we de tractatie. Top. Als ik daar klaar ben, laat ik zien wat het resultaat is. Dan heb ik hier de tractaties. Voor de juffen van Liam. En enigszins van Sam. En voor de kindjes. En dan heb ik hier die van Jordi. En dan ga ik nu even brood smeren voor morgen voor Jordi. En de kleren klaarleggen, de tassen klaarzetten, alles klaarmaken. Zodat het morgen allemaal wat smooth
gehad voor die laatste dag. Hij lag al te slapen en wij gaan nu naar bed. Ik heb alles klaarstaan voor de kinderen morgenochtend. En ja, we gaan morgen wel weer zien hoe het gaat lopen. Maar wat ik wel wil doen nu is de vlog afsluiten. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.